Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 2 november. Ga door en geniet van je vooruitgang. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalmen 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We krijgen allemaal de ruimte om te groeien om onze relatie met God te kunnen verbeteren. Maar ik raakte vroeger erg ontmoedigd over de weg die ik nog had af te leggen. Het leek wel alsof ik dagelijks daaraan werd herinnerd, soms zelfs elk uur. Ik had voortdurend een gevoel van falen, een gevoel dat ik niet degene was die ik zou moeten zijn. Ik deed niet genoeg en moest nog harder mijn best doen. En hoe harder ik ook probeerde mijn best te doen, ik faalde alleen opnieuw. Nu heb ik een nieuwe houding aangenomen. Ik ben nog niet waar ik moet zijn, maar ik ben God dankbaar dat ik niet meer ben waar ik ooit was. Ik ben oké en ik ben onderweg. Ik weet met heel mijn hart dat God niet boos op mij is, ook al maak ik fouten. Hij is blij dat ik blijf doorgaan en op het pad blijf die Hij voor mij heeft bereid. Als jij en ik gewoon blijven doorgaan en doorgaan, verblijdt God zich over onze vooruitgang. Hij heeft beloofd het pad voor ons te verlichten. Misschien kennen we de weg niet en struikelen we af en toe, maar God is trouw. Hij ziet jouw vooruitgang. Hij is trots op jou en hij gaat je helpen om op het juiste pad te blijven. Als je wilt, bid dan met mij mee. Heere God, ik wil niet ontmoedigd zijn over waar ik nu ben. U heeft mij al zo ver gebracht en ik weet dat u continu mijn pad zal verlichten. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.